Ik ben verpleegkundig specialist oncologie en samen met mijn twee collega's draag ik zorg voor de coördinatie en begeleiding van onder andere patiënten met borstkanker. U hebt van de chirurg te horen gekregen dat u na de operatie mogelijk in aanmerking komt voor een aanvullende behandeling, een adjuvante behandeling. En daarvoor wordt u doorverwezen naar de internist-oncoloog. Bij het gesprek met de internist-oncoloog zal ook een van ons aanwezig zijn. En als duidelijk is welke behandeling u gaat krijgen, dan maken wij een aparte afspraak met u om u alles uit te leggen over de behandeling, over de bijwerkingen, over waar u rekening mee moet houden. Ik kan me voorstellen dat deze tijd waarin u borstkanker hebt gekregen, waarin u bent geopereerd, waarin u mogelijk aanvullend behandeld gaat worden, dat dat een hele onzekere tijd is en dat het misschien ook wel angst met zich meebrengt en dat u veel vragen hebt. En ik wil benadrukken dat wij het in het ziekenhuis belangrijk vinden dat u een vast aanspreekpunt hebt waar u terecht kunt met al uw vragen. U krijgt ons directe telefoonnummer en u kunt ons op werkdagen altijd bellen. Maar u kunt ook gewoon even langskomen. En vragen waar u dan bijvoorbeeld aan kunt denken zijn heel divers. U kunt denken aan uh, vragen over de bijwerkingen van de behandeling, bijvoorbeeld misselijkheid. Daar zijn goede medicijnen tegen. En het is jammer als u toch heel erg misselijk thuis zit. Of haarverlies? Door de behandeling met chemotherapie word je kaal en dat is voor veel vrouwen best een hele moeilijke bijwerking. Na de behandeling komt het haar wel weer terug en tijdens die behandeling willen we u graag ondersteunen met mogelijkheden en oplossingen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar u kunt er ook aan hele praktische vragen denken. Bijvoorbeeld uh, moet je zonnebrandcrème gebruiken? Mag je zonnebrandcrème gebruiken? Uh, mag je op vakantie gaan? En hoe zit het met het werken? Kun je werken in deze periode? En soms zijn de vragen ook wat meer persoonlijk. Veel vrouwen hebben vragen over intimiteit en seksualiteit. Na de operatie voor borstkanker zie je er vaak anders uit. En mag je vrijen als je chemotherapie hebt gekregen? Vele vragen, en u kunt met al die vragen bij ons terecht.